Voor ik ooit zou vergeten dat ik vergeet, wil ik nog het volgende vertellen. Ons geriatrisch platform koos in 2020 op vraag van onze medewerkers voor het jaarthema dementie. Wereldwijd worden er per 3 seconden een persoon gediagnosticeerd met een dementie. In België hebben we momenteel een 140.000-tal patiënten die gevolgd worden met dementie. De verwachtingen zijn dat dat aantal zal verdubbelen tegen 2060. En daarom is het net zo belangrijk dat we proberen gezonder oud te worden en eigenlijk heel veel risicofactoren proberen aan te pakken, zodanig dat we eigenlijk niet komen aan die voorspelling van een verdubbeling tegen 2060. Wat dat heel belangrijk is voor personen met dementie, per persoon die wordt gediagnosticeerd met een dementie, wordt niet alleen die persoon zelf getroffen, maar ook eigenlijk de omgeving er rond. Zo zeggen ze uit studies, per patiënt die wordt gediagnosticeerd met dementie, worden eigenlijk ook 3 andere mensen getroffen door die ziekte. Dat zijn ook mensen die heel dicht bij die persoon zijn met die dementie en die eigenlijk heel goed de gevoeligheden, de frustraties van die patiënt kennen. We vertrokken vanuit een charter over dementievriendelijke ziekenhuizen aan de UK en koppelden dat aan de waarde van een ziekenhuis. Helaas moesten we door corona creatief zijn in onze aanpak en moesten we zorgen voor een andere leeromgeving dan we eerst hadden gedacht. We starten met het wakkerschudden van onze medewerkers. Op een groot krijtbord brainstormden we: voor ik vergeet dat ik vergeet, wil ik dit niet doen. Daarnaast organiseerden we kleinschalige opleidingen in samenwerking met andere expertisecentra. Omdat we geen grootschalige evenementen op poten konden stellen, ontwikkelden we direct toepasbare tools. Het eerste tool wat we gebruiken is het moodboard. Dat komt oorspronkelijk van het UZ van Gent. Maar onze communicatiedienst heeft daar eigenlijk wel een persoonlijke touch aan gegeven. De roepnaam van de patiënt komt daarop. We gaan ook de voeding bespreken. Wat eet ze graag? Welke muziek luisteren ze graag? Wat zijn de punten waar ze makkelijk boos van worden? Hoe ga je ermee om? Dat je eigenlijk op een snelle manier, ook al ken je de patiënt niet zo goed, toch een snelle vertrouwensband kan kweken. We hebben nog een tool, dat is ons knuffelkussen. En dat is eigenlijk iets wat we op de schoot van een persoon met dementie kunnen leggen. En wat een alternatief biedt voor mensen die heel veel met infusen bezig zijn of ergens aan het trekken waar ze niet mogen aantrekken. Dus we merken dat als we iets in die handen steken en ze kunnen daar aan prullen, dat ze eigenlijk vanzelf wat rust gaan opzoeken. We hebben ook een toolbox voor dementie. Dat is een doos die je kan opendoen waar je van alles kan uitnemen om rust te brengen op de kamer. De fiche wordt het meest gebruikt. Dat is een document waarop staat van: hallo, je bent in het Heilig Hart, je familie weet dat je hier bent. Als je een verpleegster wil spreken, duw op de rode knop. En op de andere kant van het document kan je nog een foto hangen van iemand of iets wat veel voor jou betekent, waardoor dat wij met jou in gesprek kunnen gaan. We hebben daarnaast dus ook een bevraging gedaan bij de medewerkers. We hebben ruimte gelaten met meer dan 50 vragen rond 7 thema's, waarbij alle medewerkers over alle disciplines heen hebben kunnen reageren en die hebben dat ook massaal gedaan. Meer dan 100 mensen hebben daar ook gereageerd met vele suggesties ook rond die 7 thema's, waaronder maaltijd gebeuren, signalisatie, zelfstandigheid, mobiliteit van patiënten met dementie, om dat verblijf zo aangenaam mogelijk te maken en veilig mogelijk. Zo wordt ook meer en meer gesproken over echt een persoonsgerichte zorg, waarbij dat we eigenlijk echt de zorg op maat van de patiënt instellen. Dat moet in de eerste lijn, maar we moeten daar naar streven om dat zeker ook in de tweede lijn in het ziekenhuis te doen. En ik denk dat we daar met ons ziekenhuis, met als slagzin dichtbij beter, zeer goed toe in staat zijn. We hebben dus al heel wat kleine zaken gerealiseerd. Daar zijn we echt fier op. We zijn gestart eigenlijk met een jaarthema 2020, maar dit is eigenlijk veel groter geworden dan we eigenlijk gedacht hadden. En uiteindelijk is het een structureel onderdeel geworden van wat wij eigenlijk als persoonsgerichte afgestemde zorg willen bieden aan onze mensen met dementie. Ons hoofd zit nog met heel veel ideeën, dus we hebben nog heel veel energie om verder te doen. En ik denk dat we nog verjaardag zullen zijn.